In verschillende zwembaden van LACO zijn regelmatig de twee synchroonzwemsters Anouk Horrevorts en Lynn van Krimpen van de Dokkelaars te vinden. Zij zullen Nederland met hun duet vertegenwoordigen tijdens de Wereldjeugdkampioenschappen synchroonzwemmen die dit jaar in september worden gehouden in Griekenland. LACO sponsort de 17-jarige synchroonzwemsters uit Hilvarenbeek bij hun weg naar dit internationale topevenement. Wie is jullie hoofdsponsor? LACO, en daar krijgen we heel veel zwemwater van. We krijgen heel veel gratis badwater. We kunnen heel vaak trainen in de Hispal en in rijen, gewoon gratis. Als het bad leeg is natuurlijk. En we krijgen sinds kort ook financiële ondersteuning door LACO. En van die financiële ondersteuning kunnen we dan bijvoorbeeld onze trainsters betalen. Hoe ziet voor jullie een gemiddelde trainingsweek er eigenlijk uit? Wij trainen ongeveer 35 uur in de week. En maandag hebben wij extra training in rijen, gesponsord door LACO. Daarna gaan we door naar Pilates en hebben we landtraining in het Sportmedisch Centrum in Tilburg. Daarna hebben we nog gewoon een training bij de Dokkelaars met onze vereniging. Dinsdag is onze rustdag. Woensdag, donderdag, vrijdag zitten wij zo'n 18 uur in het water bij de Bond. Dan zijn we van 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds zijn we weg. En dan zaterdagochtend hebben we training bij de Dokkelaars in de Hispohal. En dan gaan we zondag nog extra training, wat ook gesponsord wordt door LACO, in de Hispal. Waarom is zoveel trainen in het water zo belangrijk voor het synchroonzwemmen? Nou, bij het synchroonzwemmen is het heel belangrijk dat alles gelijk gaat en alles precies, dat je precies hetzelfde doet. Dus je moet veel herhalen, alles 10.000 keer doen. En ja, heel veel landen trainen ook heel veel en wij willen ook zo goed worden, dus we trainen ook heel veel daarvoor.